De rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak. Wat vind je daarvan? Ik had natuurlijk gehoopt dat na deze uitspraak dat ook de verkoop vrij zou komen natuurlijk. Dat het vrijgegeven zou worden. Het is natuurlijk heel tegenstrijdig dat je zegt van nou ik ga deze meneer niet vervolgen. Terwijl het wel strafbaar blijft. Dan zou de volgende wel weer vervolgd worden. Dus dat, dat hele verhaal klopt daar natuurlijk niet. Je bent gewoon op de lange tenen van de Joodse grachtengordel gaan staan. En dan wordt er ineens heel moeilijk gedaan. En kan het allemaal niet? Ja, nou het is gewoon natuurlijk nog steeds een heel gevoelig punt in Nederland. Het is natuurlijk een onzinnige gedachte dat iemand die zich tot Jodenhaat zou willen laten inspireren dat hij bij mij een heel duur boek komt kopen wat nauwelijks leesbaar is. Terwijl je het gratis van internet kan halen. Maar uh, dus, uh, censuur in een, in, een, in een democratie, dat past gewoon helemaal niet. Dat is absurd. Kijk, censuur hoort bij een, een, een staat zoals het derde Rijk Duitsland. Hè? Dus uh, nazi Duitsland, daar verwacht je censuur, maar niet in een moderne democratie. Door deze zaak ook is heel veel interesse gekomen in dit boek weer. Is weer uh, duizenden keren gedownload. Terwijl het bij al bijna vergeten was. Dus het werkt ook averechts, dat verbod. <middels>